We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 27 juli. Aan het begin van de avond kunnen er nog enkele geïsoleerde onweersbuien over geheel Suriname voorkomen. Naarmate de avond vordert, nemen de buien geleidelijk af langs de kustlijn. Er bestaat kans op enkele lokale buien. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgen, gedurende de dag, zijn er voornamelijk zonnige perioden. In de middag en vooravond bestaat er kans op enkele geïsoleerde lichte tot soms matige buien die soms gepaard kunnen gaan met onweer en of windstoten. In de avond en nacht ziet het er in Paramaribo, Kommerwijnen, Wanica, Para en Marowijnen bewolkt uit. Maar kan het ook droog blijven. In Saramaka, Koroni, Nikeri, Brokopondo en Sipaliwini kunnen er perioden met onweersbuien, soms met windstoten, voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 27 juli de maximale temperatuur naar verwachting tussen de 33 graden Celsius en 35 graden Celsius zal zijn. Tijdens de late middag bestaat er kans op enkele kortstondige onweersbuien, voornamelijk in het kustgebied.